De proefwerkweek komt er bijna aan. Natuurlijk moet ik ook gaan leren, maar de telefoon die trekt mijn aandacht de hele tijd. Waarom trekt de telefoon zoveel aandacht? Nou, die telefoon die is er de hele tijd. En door pushberichten vraagt hij ook steeds jouw aandacht. Hè? Op social media wil steeds dat jij ook kijkt. En er gebeurt zoveel in jouw sociaal leven op dat ding. Dat is een van de redenen waarom volwassenen zeggen dat ding moet weg. Hè? Leraren, ouders, iedereen moppert daarover. Telefoons moeten uit beeld. Maar dat is natuurlijk niet van deze tijd. Want je wilt hem wel in de buurt, want je kunt hem ook nuttig gebruiken. Heb jij nog tips voor mij en een telefoon voor op school? In Engeland hebben ze bedacht om in elk klaslokaal een grote M te hangen. En die M die heeft meerdere betekenissen. Die M staat natuurlijk voor mobile, hè, hoe je je telefoon gebruikt. Die staat voor gebruiken mindful. Dus ben er bewust van hoeveel je telefoon eigenlijk gebruikt. Je hebt een app die je daar extra bewust van kan maken. En die heet Forest. Als je die aanzet en je gebruikt je telefoon niet, dan groeit er een boom in die app. En je kunt dan een heel bos bij elkaar verzamelen. En het is gewoon bedoeld dat je gewoon bewust bent hoe vaak je dat ding wel niet optilt. De andere M die staat voor meaningful. Gebruik je telefoon waar het nodig is en betekenisvol. En niet zomaar alleen maar voor die social media. Voor school is dat bijvoorbeeld om je woordjes te oefenen met Quizlet. Of op YouTube naar leraar te kijken die jouw stof nog eens een keertje uitleggen. Of dat je kijkt naar de app Be Focused en die laat jou een ritme voor het leren leert jou aan. En dan heb je ook nog de M van Moderate en dan gaat het over stel regels op voor jezelf. Dus maak de regel, als ik huiswerk maak, dan zet ik mijn telefoon op vliegtuigstand. Of onder het eten legt iedereen in het gezin die telefoon weg. Of misschien kun je met de docent daar een afspraak over maken van hoe gaan wij in de klas om met onze mobiele telefoon. En dat je daar samen een goede regel over maakt. Ben ik eigenlijk verslaafd? Dat ligt er een beetje aan hoeveel je op je telefoon zit. Hoeveel uur per dag ben je ermee bezig? Ik zit er eigenlijk de hele dag al op. En waarom doe je dat? Om mijn abonnees in de gaten te houden. Ja, dat snap ik wel. En dat klinkt wel aardig verslaafd. Want je hebt verschillende verslavingsgebieden daarin. En je hebt eentje daarvan is FOMO, hè? Fear of missing out. Hè? Dat je bang bent dat je iets mist. Want zou het zo erg zijn als je 3 uur later had geweten hoeveel abonnementjes je hebt op je YouTube-kanaal? Nou, eigenlijk niet. Dus uiteindelijk is het zo, je bent verslaafd op het moment dat die telefoon de baas wordt van jou. In plaats van dat jij de baas bent. Zeg, hoeveel abonnees heb jij eigenlijk, Bas? Bijna 4000, nog 32 en dan heb ik de 4000 abonnees. Jezus, niet normaal. Laat eens wat zien. Ja, oké. Okay. Laat even een video zien. Oké, jongens.